Goedenavond. Het is fijn om uh, weer bij u te zijn. En het is altijd een vreugde als uh, men dat mag doen in het kader van het woord. Ik ga daar direct op inspringen, want natuurlijk, uh, er is veel te vertellen. De verleden keer hebben we het gehad over het Oude Testament. Vanavond vooral over het Nieuwe. Maar voordat we over het nieuwe beginnen, eerst even iets zeggen over de periode tussen de Twee Testamenten in. Want daar hebben we ongeveer 400 jaar um, waar de Bijbel in feite weinig over zegt. Maar wanneer we de Bijbel lezen, dan merken we aan het, aan het einde van het Oude Testament. Dan Draaien we het blad over en we zijn in het Nieuwe Testament. Maar we zijn precies op een ander planeet beland. Er is een enorm verschil tussen het einde van het oude en het begin van het nieuwe. Um, op alle, alle gebieden, geschiedkundig, politiek, cultureel en godsdienstig. In die 400 jaar is er heel wat gebeurd. De Bijbel zelf zwijgt er bijna volledig over. Er zijn in het Nieuwe Testament hier en daar een paar aanhalingen en een paar aanwijzingen. Maar gelukkig, de wereldgeschiedenis vertelt er veel over. Dus kunnen we die ruimte wel opvullen? Het Oude Testament eindigt met het boek van de profeet Maleachi. Die heeft zijn boek geschreven in het jaar 396 voor Christus. Het Nieuwe Testament begint met de geboorte van Jezus. En in tegenstelling tot wat men zou denken, is Jezus niet geboren in het jaar 0 of het jaar 1. Hij is geboren eigenlijk in het jaar min 4. Dus 4 voor Christus. Hoe komt dat? Dat komt doordat die beroemde eerste bisschop die de berekeningen gemaakt heeft, die heeft zich vergist van vier jaar. En dat heeft men pas veel later ontdekt. Dus in feite zijn wij niet in het jaar 200, 2018. We zijn eigenlijk al in het jaar 2022. Maar geen zorgen erom. Hè. Uh, alleen dat betekent dat we bijna 400 jaar hebben tussen het einde van het oude en het begin van het nieuwe. Nu, verleden keer, waar eindigden we mee? Dat er Joden teruggekomen waren uit de ballingschap. En die Joden mochten terugkeren. Uh, door de Medo-Persen die toen de wereldmacht vormden en niet heel veel Joden, in totaal iets van een goeie 100.000, zijn teruggekeerd. Ze hebben de tempel herbouwd in Jeruzalem en Ezra heeft die ingewijd in het jaar 515 voor Christus. En dan veel later is Nehemia gekomen en onder zijn leiding zijn de muren van Jeruzalem herbouwd. Niet de muren die we vandaag zien. De stad die Nehemia ommuurd heeft, was veel kleiner dan de oude stad Jeruzalem die we vandaag zien. De muren die nu rondom Jeruzalem zijn, zijn gebouwd door Herodes de Grote. Ik kom wat later op hem terug. In die laatste jaren van het Oude Testament, tempel herbouwd, de muren worden herbouwd, en dan zijn er een aantal latere profeten die het Woord Gods en de Wet Gods hebben verkondigd, gepredikt in Israël. En onder hen Zachariah. Niet het gemakkelijkste boek om te verstaan, maar een boek dat een heerlijke reeks profetieën geeft over de eindtijd in het algemeen en over Israël in de eindtijd in het bijzonder. En wat vertelt hij dat Israël een zeer heerlijke toekomst tegemoet gaat? Nu, op dat moment dat Zacharia dat verkondigt, heeft Israël helemaal geen heerlijk leven. De Joden zijn ontzettend arm. Ze zijn van alle kanten gedreigd. Ze hebben zelf geen leger, geen macht, um, geen koning. En als we de geschiedenis van Israël bekijken, vanaf dan tot nu toe, dan moeten we zeggen: de Joden hebben heel weinig van heerlijke toekomst tot nu toe ervaren, niet waar? Eerder het tegendeel. Maar in de toekomst, nog toekomst voor ons, ligt er een enorm belangrijke rol voor Israël en een heel heerlijke toekomst. Nu, wij hebben het Oude Testament afgesloten met de Medo-Perzen als wereldmacht. Als we het Nieuwe Testament openen, dan zijn de Medo-Perzen al lang vergeten en is nu Rome de wereldmacht, het Romeinse keizerrijk. Tussen die twee in, en die vinden we in de Bijbel niet. Maar ze zijn niettemin ontzettend belangrijk voor ons verhaal. Tussen de Medo-Perzen en de Romeinen in waren de Grieken. Verhaal van Alexander de Grote. Die eigenlijk, als puntje bij paaltje komt, geen Griek was, maar een Macedonier. Maar hij heeft de, 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 de Griekse legers heel de toen bekende wereld doen veroveren. Um, hij is op jonge leeftijd gestorven, volgens sommigen um, ten gevolge van dronkenschap, volgens anderen in zware depressie, omdat er niets meer te veroveren viel. Hij had natuurlijk van België nog niet gehoord. Hoe dan ook, zijn veroveringstochten hebben maar, eigenlijk maar enkele jaren geduurd. Maar de erfenis daarvan heeft een enorm invloed gehad door heel dat Middellands zeegebied en dus ook Israël. Um, het land en zijn inwoners, de Joden, die werden vergriekst. Um, wat gebeurt er? Alexander de Grote, die brengt heel veel landgenoten mee. Die komen natuurlijk om zich te verrijken. Maar dan gaan ze zich vestigen in Israël. En dan krijgt men die geweldige tegenstelling... tussen de Grieken met hun rijkdom, met hun cultuur... Euh, zeer ontwikkelde cultuur, met hun ontwikkelde taal, met hun... hun Afgode godsdienst aan de ene kant, en aan de andere kant hebben we die arme, nog vrij primitieve, tenminste in de ogen van de Grieken, Joden. Stelt u nu voor, hè? Um, u woont ergens in een stad, ergens in Israël, en naast uw huis is een leeg bouwgrond. Staat al een hele tijd te koop. En op een gegeven moment komt u naar huis van uw werk en u merkt, ja, nu staat er verkocht. Wie zou dat gekocht hebben? Beetje navraag: een Griek. En die Griek die gaat er een ongelooflijk mooie, eh, moderne villa daarop laten bouwen. U als Jood, u woont eigenlijk in een eenkamerwoning. Uh, platdak, gemaakt van modder en, en, en stro. Um, met een koer vooraan waar uw vrouw moet koken. Zeer arm. Meubels hebt u eigenlijk niet. Een kist, Steenen kist waarschijnlijk. Want hout kostte verschrikkelijk duur. En in die stenen kist, de helft, daar zijn enkele kleren die u hebt, en de andere helft met potten en pannen. U hebt een zeer armzalig bestaan. En nu komt die Griek daarnaast en die poot een enorm mooi moderne villa neer. Kan u zich dat voorstellen? Zwembad in de tuin daarachter, uh, dubbele garage, enzovoorts. Zou dat spanningen creëren? Nu. De, me, de mevrouw van de Grieken hiernaast, die een uw vrouw is uit die nodigt uw vrouw eens uit. Kom eens een kopje koffie drinken. Dus uw vrouw die gaat bij die Griek koffie drinken. U bent natuurlijk aan uw werk. En uw vrouw is ongelooflijk verwonderd. Al die mooie meubels. En die Griekse mevrouw die draagt zo'n prachtige zijdejurk. jurk. En die mensen die, die hebben bedden. Die slapen niet op de grond. Die hebben bedden en, en zijden lakens. En die hebben een keuken. En die hebben een, een, een zitplaats. En die hebben, die hebben alles dat, dat men zou kunnen bedenken. Dan komt u naar huis, na uw werk. En wat zegt uw vrouw? Hebt gij mij echt lief? Hoe komt het dat je voor mij geen mooie meubels koopt? En geen zijde jurken? Enzovoorts enzovoorts. Voelt u de spanning? En u als Jood antwoordt: Ja, maar wij hebben de Heer. Wij hebben God en wij hebben Zijn wetten. Nu. De Joodse godsdienst is altijd geweest en nu nog altijd zo'n godsdienst van mannen. De vrouwen zijn op hun best toeschouwers. Vrouwen spelen geen rol in de Joodse godsdienst. En dus is het niet zo verwonderlijk dat wat die man zegt, oké. Okay, zo zijn we ook grootgebracht. Dat zal wel zo zijn, maar intussen hebben die hiernaast toch een veel beter leven. En zoals ik de vorige keer uitlegde, men in de oudheid beoordeelde men de goden door wat de goden voor hun aanbidders deden. Begrijpt u? Dus als we die lijn doortrekken. Mijn God van Antwerpen is groter dan uw God van Wilwoorden. Want Antwerpen is groter dan Wilwoorden. Voor ons is dat totaal onzinnig, maar zo werd toen gedacht. En dan voor die Joodse vrouw is het toch duidelijk dat die Griekse goden, die zijn veel beter dan die God van Israël. Kan u volgen? Nu, u hebt een paar kinderen en die hiernaast, die Grieken, die hebben ook een paar kinderen. En die spelen met elkaar op straat. En op een gegeven moment komt uw jongen, een jaar of 14, 15, komt die binnen. Pa! Die jongen van hiernaast die nodigt mij uit om naar de sporthal te gaan, om te gaan fitnessen. Griekse sporthal uiteraard. Hè? Mag ik mee. Pa wil dat niet. Waarom niet? Want de Grieken sporten naakt. Hebt u dat bemerkt? De Grieken aanbaden het menselijke lichaam. Al die standbeelden, die zijn allemaal naakt. En hebt u ook bemerkt, ze zijn, die lichamen zijn ook allemaal volmaakt. Er eh? is dus niemand met een dikke buik, niemand met een kale kop. Die zijn allemaal volmaakt, die aanbaden het lichaam. En voor de Joden, een beetje zoals voor de Christenen, Naaktheid is een schande, dat doet men niet. En bovendien, Joden zijn besneden, Grieken niet. En besnijdenis bij de Grieken is een verminking van het lichaam. Dus u, u proeft de spanningen. Nu, die groeien, die spanningen. En niet alle Joden. Reageren op dezelfde manier. Zoals altijd in zulke situatie, Men heeft er conservatieven die alles willen houden bij het oude. Er mag niks veranderen. Het was goed genoeg voor vader en grootvader en overgrootvader. Het is goed genoeg voor mij. Maar dan heb je anderen, misschien jongeren, die zijn progressiever. Die willen vooruit. Nu in het begin kunnen die conservatieven zeggen, volhouden. God zal ons bevrijden. Die bezetting door die vreemden, die zal niet blijven. Maar na een tijd blijft die wel. En die Grieken gaan niet weg. En op den duur gaan ze vervangen worden door de Romeinen. En de Romeinen die gaan er meer dan 400 jaar blijven zitten. En nagelang de tijd vordert, kunnen de mensen zich niet meer herinneren toen er geen Grieken waren, toen die invloeden er niet waren. Nu, dit brengt dan twist, niet tussen Joden en Grieken. Dat gebeurde zeer weinig en later bij de Romeinen ook. Er was zeer weinig, uh, hoe moet ik zeggen, uh, Geweld tussen die twee. Waarom? Die Joden waren wel intelligent genoeg om te weten. Dan moeten we niet beginnen, want dan worden we uitgeroeid. De twisten zijn niet tussen Joden en Grieken, maar wel tussen Joden en Joden. Conservatieven en de progressieven. Nu, Alexander sterft, Alexander de Grote. En hij sterft zonder testament. Geen probleem. Hij heeft een zoon en die zal hem opvolgen. Het probleem is, die zoon die is maar vijf jaar oud. Dus nog niet oud genoeg om te regeren. Geen probleem. Vier voorname generaals, die gaan optreden als regent totdat zoon oud genoeg is om te regeren. Lief, hè? Alleen, men hoort nooit iets meer van zoon. Wat is ermee gebeurd? Dat weten we niet. Hij is in ieder geval niet oud genoeg geworden om te regeren. En die vier generaals, het heeft niet lang geduurd of elk van de vier de grootste wilde worden. En de heerser over ze allemaal. Bij gevolg... Twee vallen weg en twee blijven, machtigen, en die delen de wereld op in twee delen. Seleucus, die heeft het noorden en het oosten, met hoofdstad Damascus. En Ptolemaeus, die heeft het zuiden en het westen, Egypte. Als machtsbasis. Maar ze zijn niet tevreden. om alleen de helft van de wereld te hebben. Elk van die twee en hun nakomelingen. de Seleuciden of de Ptolemiden. wil. elk wil heerser zijn. Dus komen er in de. Tientallen jaren die volgen, voortdurend oorlogen tussen die twee. En waar ontmoeten ze elkaar? Israël. Dus Israël is eigenlijk al arm, nu wordt het nog armer. Want het is constant een slagveld waar die arme Joden in feite er niks mee te maken hebben, ze zijn er het slachtoffer van. Op den duur worden de Syriërs toch groter, althans in Israël. Ik heb u de vorige keer uitgelegd dat wie Israël controleert ook de wereldhandel controleert. Want de voornaamste handelsroute van het oosten naar het westen, die passeert door Israël. Dus een zeer strategisch plek. En veel Joden die. Die zijn het op de duur beu en die vertrekken. En een heel uh, aantal, men schat minstens 200.000, vormt eigenlijk een Joodse kolonie in de stad Alexandrië in Egypte. We hebben de vorige keer al gezien hoe ze hun Hebreeuwse taal verloren. In Egypte verliezen ze ook de Aramese taal. Want wat, wat spreekt iemand die een beetje cultuur heeft en die een beetje vooruit in het leven wil komen, die spreekt Grieks, maar dan kunnen ze de Heilige Schriften niet verstaan. En dan wordt, worden die Heilige Schriften voor het eerst in de geschiedenis van Israël of van de wereld vertaald vanuit het Hebreeuws in een andere taal. En in welke andere taal? Het Grieks. En er zijn er 70 deskundigen die daaraan werken. En daarom noemt die vertaling de Septuaginta-vertaling, het Griekse woord voor 70. Als u dat op het internet opzoekt, gaat u iets tegenkomen waarvan u gaat zeggen, die broeder Williams heeft dat niet bij het rechte eind. Want sommigen zeggen het waren geen 70, het waren, geen, het waren 72. Mijn fout niet, ik heb ze niet geteld. Maar daarom heet het Septuaginta. En de boeken. De, de, het Oude Testament dat wij hebben, dat vertaald is in het Nederlands en ook in andere Europese talen. De oude vertalingen werden vertaald niet van het Hebreeuws, maar van die Septuaginta. Nu. De Syriërs, Seleuciden, die heersen een hele tijd over Israël, Egypte, probeert af en toe, maar het lukt ze niet. En dan komen de Romeinen. En de Romeinen, zoals we weten, dat zijn bulldozers. Niet waar? Die veroveren alles en ze onderwerpen alles. En die Seleuciden, dus die nakomelingen van. Van de generaal die Alexander de Grote opvolgt, die verliezen tegen de Romeinen. En de Romeinen leggen hen enorm zware belastingen op. En de Syriërs, die komen naar Jeruzalem, want die willen de schatkist van de tempel om te helpen om die. Zware belastingen te betalen. Spanningen tussen de Syriërs en de Joden. Uiteindelijk in 169 voor Christus komen de Syriërs weer en ze roven wat overblijft van de tempelschatten. Maar niet alleen dat. Twee jaar later, 167 voor Christus, hebben ze een bijzonder vrede man als koning. Die heet Antiochus Epiphanes. En die man probeert zich in een goed licht te stellen bij die Romeinen. Hij weet dat hij zijn militair niet kan veroveren. Wil hij zijn plaats als koning behouden, dan moet hij zien dat hij op een of andere manier toch uh, een beetje in goed licht komt te staan. En wat doet hij dan? Die legt die Grieks-Romeins cultuur op. Tot dan toe was het een invloed. Nu is het een plicht. U moet u vergrieksen. Uh, Joodse diensten in de tempel worden verboden. Besnijdenis wordt verboden. De Joden worden verplicht om Griekse afgoden te gaan aanbidden. Resultaat: de maat is vol bij de Joden en die komen in opstand. Ongelooflijk, hè? Welke kans hebben die arme, vrijwel onbewapende joden om te winnen tegen zo'n enorme macht? Geen. Miraculeus winnen ze. Verhaal van de gebroeders Maccabeus. Ongelooflijk. En dat maakt dat. Zij voor ongeveer honderd jaar een onafhankelijke staat worden. De Syriërs zijn te zwak om ze nog te veroveren. De Romeinen hebben voorlopig geen interesse. Er is natuurlijk in Israël geen olie. Hè? Er is niks waar, wat, wat de Romeinen kan interesseren. Dus die laten ze gewoon met rust. Jammer genoeg... Hoewel de Joden hun regering is eigenlijk door priester-koningen. Jammer genoeg, schone liederen duren niet lang. En Joden weer tegen Joden. Een van die Joden die roept de Syriërs om hulp. De Syriërs mengen zich... De Romeinen zijn niet content, want zij willen kost wat kost vrede. En dan sturen de Romeinen een generaal Pompeius, en die gaat de zaak uh, op oplossen. En dat doet die. En in 63 voor Christus wordt Jeruzalem door hem veroverd. Einde aan alle joodse onafhankelijkheid. Nu. Als het Nieuwe Testament begint, zitten de Romeinen dan al meer dan 60 jaar in het land. Als Jezus zijn openbare bediening begint, nog 30 jaar later, dan leeft er niemand meer die zich kan herinneren hoe het was om niet onder de Romeinen te leven. Duidelijk dat de Romeinen gaan blijven. Nu, hoe moeten we als Jood? daartegen reageren. Intussen zijn er natuurlijk ook ontwikkelingen. Niets staat stil. En we vinden dan in het Nieuwe Testament... dat er eigenlijk in Israël drie aparte groepen zijn. Um, de echte Joden... die wonen natuurlijk in Jeruzalem en omstreken, Juda. Dat zijn de, de echte. Ten noorden van hun een groep mensen die zich wel als Joden beschouwen, maar die door de Joden niet als Joden worden beschouwd, de Samaritanen. Niet alleen worden ze niet door de Joden als Joden beschouwd, ze worden gehaat. Zo gehaat dat een echte Jood die zal niet door Samaria lopen. Als die van Jeruzalem naar, naar uh, Galilea wil lopen, dan gaat hij een omweg van 50 kilometer maken. om zijn voeten niet vuil te maken aan dat grond van Samaria. Kan u zich voorstellen, 50 kilometer omweg, dat is nog erg als je met een auto rijdt, als je dat te voet moet doen. Ja. Dan ten noorden van de Samaritanen, dan komen we in Galilea. En de Galileërs zijn wel Jood, maar toch niet eerste klas Jood. Die zijn tweede klas Jood. Waarom? Zij zitten aan de grens met Syrië. Vele van hen uh, zijn getrouwd met Syriërs enzovoort. Dus die worden niet beschouwd als raszuiver. En daar zijn spanningen tussen die drie groepen. Um, Nathanael zal zeggen... Als hij weet dat Jezus uit Nazareth komt, en zegt iets goed uit Nazareth, dat is in Galilea. Dat is, een, dat is geen goed adres. De Messias die kan toch niet uit Galilea komen. Enzovoorts. Um, Griekse, Romeinse opvattingen, gewoonten, praktijken verzuren de relaties tussen Jood en Jood ook. En wat krijgen we in het Nieuwe Testament, en die komen we heel veel tegen. Vooral in de evangeliën, maar ook in, in het boek Handelingen, fariseeën en sadduceeën. Ja? Um, ze worden soms voorgesteld als politieke partijen. Dat is misschien een beetje overdreven. Uh, niet dat ze niet aan politiek deden, dat deden ze wel. Maar ze waren niet echt politieke partijen. Het waren eerder godsdienstige strekkingen. Men zou kunnen zeggen katholieken en protestanten. En wat is daar de achtergrond? Door die eeuwenontwikkelingen, invloeden van buiten en heidense invloeden en zo. Um, de Farizeeën, dat zijn de mensen die zeggen: wij houden die zoveel mogelijk op afstand. Wij blijven trouw aan God, wij blijven trouw aan Gods woord, aan onze praktijken, aan onze godsdienst. Wij moeten van al dat Grie Grieks en Romeins gedoe. Wij moeten er niks van hebben. Dus wij, wij hebben alleen het hoogst noodzakelijke contact mee. De Sadduceeën zijn wat pragmatischer. Die zeggen: ja, kijk, of we dat nu willen of niet, die Romeinen zitten hier en die gaan niet weg. We krijgen ze niet weg. Niemand krijgt ze weg. Dus wij kunnen eigenlijk beter het beste van maken. En dus zijn de Sadduceeën. Enerzijds bereid tot bepaalde compromissen, dat het samenleven toch nog te doen valt. Maar dan komt natuurlijk de vraag van die compromissen, die kunnen eigenlijk niet vanwege de godsdienst. Maar al die godsdienstige praktijken, rituelen, wetten enzovoort, enzovoorts, zijn die eigenlijk allemaal echt nodig? Want die. Die remmen ons totaal af. En de Sadduceeën die zeggen, eigenlijk zijn die allemaal niet nodig. Het volk Israëls diende de Heer evengoed als alleen maar de boeken van Mozes hadden. Al de rest, dat is erbij gekomen. En al die wetten die men eromheen geborduurd heeft, dat, dat is eigenlijk niet echt essentieel. Dus overboord daarmee. Nu ja... U kunt zich voorstellen, um, als u in een synagoge, iedere sabbat naar de synagoge gaat, waar de rabbijn een fariseer is, u krijgt nooit een sadduceer als gastspreker. En andersom. De sadduceers, omdat die wel bereid zijn om met de Romeinen mee te werken, niet helemaal, maar toch tot een bepaald punt. De Romeinen die zijn ook heel content om mee te werken met die Sadduceeën. Dus wat gebeurt? Zij krijgen werk. Zij krijgen belangrijke plaatsen in de administratie toegewezen enzovoorts. Zij worden rijker, terwijl die die de Fariseeën volgen, die blijven arm. Dat brengt ook spanningen, voelt u? Dit zien we in de evangeliën keer op keer. Um, de Sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is, nog engel of geest, maar de fariseeën beleiden zowel het een als het ander. Het is geweten dat ongeveer 70 tot 80 procent van de Joden in de tijd van het Nieuwe Testament, die hingen eigenlijk de fariseeën aan. Dus de Sadduceeën hadden hoogstens 20% aanhang. Maar ze hadden veel meer invloed, want zij hadden de Romeinen met hun mee. En de Romeinen beschouwden de Farizeeën als lastposten. Die moesten kost wat kost ten ondergehouden worden. <coughs> Naast de Farizeeën en de Sadduceeën waren er nog een paar kleine groepjes. Ik noem er twee. Die we ook tegenkomen in het Nieuwe Testament. De Essenen. De Essenen waren, hoe zouden wij ze vandaag noemen, zeer ascetische monniken. Um, die moesten van al dat gedoe in Jeruzalem niks hebben. Dat was allemaal ijdel. Die, die tempel en die rituelen en die, 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 die offers en zo, dat was allemaal niet zuiver. En dus. Die Essenen die trokken zich terug, meestal in de woestijn, en die vormden kloosters. En die leefden apart van die, die verrotte beschaving van de wereld. En zij besteedden hun hele tijd in het, in het uh, onderzoeken van Gods Woord en in het bidden en het zoeken van God. Want de Messias ging heel snel komen. En zij waren de enige zuiveren die gered zouden worden. De rest van de wereld zou vergaan. Nu, men schat dat het aantal Esseners in totaal maar enkele honderden waren. Ze zijn dus nooit erg talrijk geweest. Hun voornaamste nederzetting was in een plaats die, die noemt Qumran. Waar men de Dode Zeerollen ontdekt heeft in de jaren 40 en begin van de jaren 50. Men kan hun klooster of de ruïnes ervan nog altijd bezoeken. U zou daar niet willen wonen. In de zomer kan de temperatuur tot boven 50 graden klimmen. Dat is heet. Ik ben er wel eens geweest als het 55 graden was. Ik ben er maar één keer geweest als het 55 graden was. Ik heb mijn les geleerd. En dan naast die Esseners er waren nog was er nog een groep, de zeloten. Wat zijn de zeloten? Uh, uh, het, woord, het Franse woord zeil, ijver. Dat, wij, wij zouden ze vandaag de terroristen noemen. Die zeiden, weg met die Romeinen. Dat zijn de mensen die die bommen gaan leggen onder de Romeinen hun tanks. Begrijpt u? Maar welke kans hebben die? Heel weinig. Die, waren, die, die, die hadden eigenlijk uh, niets te zeggen. Ze zijn nooit een gevaar geweest. Wel is het interessant om te merken. dat een van Jezus' discipelen. een zeloot of een ex-zeloot werd. Ik weet niet wie allemaal in de leiding van deze gemeente is. ik vermoed niet een ex-terrorist. Maar Jezus kiest die man. Simon de zeloot. Nu, de Romeinen hebben. Met Israël hetzelfde probleem als ze hebben met hun enorm uitgestrekte keizerrijk. Wat is dat probleem? Er zijn niet genoeg Romeinen om dat allemaal te beheren. Stel u nu voor, hoe moeten ze dat doen? Nu, militair lossen ze dat op met huurlingen. Het is geweten dat in de tijd van het Nieuwe Testament in het land Israël, de Romeinen die beschikten over een drieduizendtal manschappen. Dat is niet veel, hè. Ik weet niet hoe groot het Belgisch leger is. Hopelijk toch iets meer dan drieduizend. Die hadden dus drieduizend manschappen. En het overgrote deel van die manschappen waren niet eens Romeinen. De officieren waren Romeinen. De rest waren huurlingen. Een huurling, dat is allemaal goed en wel, maar. Hij is niet vanzelfsprekend loyaal. Niet waar? In een strijd, als hij denkt dat de andere kant gaat winnen. dan durft hij wel van ploeg veranderen. En dus maakt dat dat een man. die wij in de Evangelieën leren kennen. een Romeinse gouverneur die Pontius Pilatus heet. die man die moet over dat land Israël heersen. En niet vergeten de Joden. Die, die leven wel onder die beroemde Pax Romana, maar dat is een vrede die opgelegd is. Het is niet vrijwillig. Dus die Romeinen die maken die Pontius Pilatus het leven constant zuur. En hij heeft maar 3000 man om de orde te handhaven. Wat betekent dat? Wat zou je doen dan in Pilatus zijn schoenen? Het minste. Opstootje: Dat er is, dan gaat u onmiddellijk de kop indrukken. Want u kunt niet riskeren dat dat uitgroeit en iets groters wordt, want dan hebt u de macht niet om dat uh, onder de knie te krijgen. Oh ja, u kunt wel beroep doen op legioenen, die zijn in Damascus, dat is tien dagen op zijn minst voordat ze bij u zijn. Intussen is heel het land in rep en roer. En dus als Jezus. Door de Joden voor Pilatus wordt gebracht met verzoek: Hij moet gekruisigd worden. Hoewel Pilatus, zoals we weten, helemaal overtuigd is dat Jezus niks misdaan heeft, Jezus is totaal onschuldig, toch laat hij hem kruisigen. Waarom? We zijn met Pasen. De bevolking van Jeruzalem ongeveer 50.000 normaal is nu minstens 200.000 met al die pelgrims. Als die vermalen die de priesters al dat volk ophitst. Pilatus kan het niet, de situatie niet baas. Dus oké. Okay. Laat Jezus maar kruisigen als, ze dat, als dat hun zoet houdt. Begrijpt u, we zien dit niet waar in de evangeliën, maar tegen de achtergrond wordt het duidelijker. Um, er zijn nog een paar interessante aanwijzingen. Um, als we in de buurt van Cafarnaum komen, um, waar er een prachtige synagoge staat, ongelooflijk mooi. De ruïnes ervan. Kavarnaum is een klein dorpje, hoogstens 400 inwoners, vissers, arme mensen. Hoe kunnen die zo'n prachtige synagoge bouwen? Met stenen ingevoerd, marmer ingevoerd van, van Korinthe onder andere. Dat kost miljoenen. Wel, herinnert u zich het verhaal? In de buurt van Kavarnaum is er een Romeinse hoofdman. Die op een gegeven moment een knecht of een slaaf heeft die erg ziek is, die is stervende. En die, komt, die, die, die vraagt aan Jezus om zijn knecht te genezen. En Joodse rabbijnen uit Kafarnaum, die komen mee naar Jezus, met die Romeinse hoofdman. En die zeggen aan Jezus: als, als, als dus dat die vraag wordt voorgelegd van Jezus, wilt u. Die slaaf komen genezen, die Joodse rabbijnen, die zeggen tegen Jezus: Hij is het waard, die hoofdman, dat gij dit voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en hij heeft onze synagoge gebouwd. Nu, dat wil niet zeggen dat hij de synagoge met zijn eigen handen heeft gebouwd, hij heeft dat gefinancierd. En als u met mij meekomt op een reis naar Israël, dan zal ik u dat tonen. Als Joden tot op heden synagogen bouwen, dan bouwen ze die altijd, zodat wanneer u voor de ark staat, dus de, 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 de um, kast of de kist vooraan waarin de heilige schriftrollen worden bewaard, als u daarop kijkt, dan kijkt u altijd in de richting van Jeruzalem. Dat is nog altijd zo. In de tijd van de Bijbel was dat ook zo. En alle ruïnes van synagogen die men ontdekt heeft van de tijd van de Bijbel, die kijken allemaal in de richting van Jeruzalem. Op één na de synagoge te Capernaum. Nu, wie een kaart van Israël kent als u in Capernaum bent, in welke richting is Jeruzalem? Zuidelijk, zuidwestelijk een beetje. En als u in de synagoge van Caverneum staat en u kijkt naar de ark, in welke richting kijkt u? Noordwestelijk, richting Rome. Het is niet moeilijk om te begrijpen waarom. Die Romeinse hoofdman die mag wel de Joden lief hebben, de Joodse godsdienst toegenegen zijn... Zozeer dat hij bereid is om de bouw van een synagoge te financieren, maar hij moet toch over zijn schouders kijken naar wie hem betaalt, hè? wie zijn loon betaalt. En dus om te tonen dat ondanks zijn genegenheid voor die verschrikkelijke Joden hij toch nog trouw blijft aan Rome, laat hij de synagoge bouwen in de andere richting. Er is nog een verhaal. Niet ver van Kafarnaum, een kilometer of tien, als men rond het meer van Galilea rijdt, dan komen we de ruïnes tegen van een nog kleiner dorpje, dat heette Gadara. Jezus die steekt op een gegeven moment het meer van Galilea over van Kafarnaum naar Gadara. Het is maar een 10, 12 kilometer te voet, maar hij gaat met de boot dat sneller. En als hij van de boot uitstapt, daar komt een bezetene op hem afgelopen. Kent u dat verhaal? Een man die naakt in, in Spelonke woont enzovoorts en die zichzelf uh, peinigt met, met messen en stenen enzovoorts. En die man is bezeten door boze geesten. En Jezus vraagt, hoe is uw naam? En die boze geesten antwoorden, legioen, want wij zijn met velen. Een legioen is normaal 6000 manschappen. En Jezus gaat die demonen uitdrijven. En die smeken Jezus: stuur ons niet naar de afgrond. En Jezus laat ze in een kudde zwijnen varen. Ola. 2000 zwijnen die nu. Bezeten zijn door die boze geesten. Die rennen de helling af. En die verdrinken zich in het meer van Galilea. Ola, maar wacht even. We zijn in Israël. Zwijn? Mag dat? Een Jood mag geen varkensvlees eten, hè? Dat is onrein. Nu kan ik me wel voorstellen dat als u toch graag varkensvlees eet... en u een, ergens in de buurt van Capernaum woont... misschien dat u toch wel een varkensje in het geniep... achter uw huis hebt. Maar 2000? Dat de rabbijnen dat niet weten en niet zien? Wat denkt u? Dat kan toch niet, hè? Nu, um, sorry dat ik het moet zeggen, maar... Corruptie is geen moderne uitvinding. De rabbijnen hebben dat natuurlijk wel gezien. Maar als die boeren een beetje geld onder de tafel gaven, kon het zijn dat de rabbijnen in de andere richting keken. Maar bon, waarom zou dan een Joodse boer, die zo arm is, varkens willen kweken? We hebben al vastgesteld dat de Romeinen in de buurt zijn. Als er een Romeinse hoofdman is, is er een Romeinse kazerne. En als ik u vertel dat de geliefde gerecht, de gerecht van een Romeinse soldaat, wat was dat? Varkenskotelet. Nu, als u Joodse boer bent en u wilt een beetje geld verdienen, en er zijn daar een paar honderd of enkele honderden Romeinse soldaten in de buurt. Dan, u bent in Galilea, we zijn al niet helemaal 100% orthodox-jood. Begrijpt u? Dat zijn achtergronden. Nu nog een achtergrond. Niet alleen hebben de Romeinen niet genoeg militairen, dat hele keizerrijk moet ook administratief worden gerund. Niet waar? Men heeft burgemeesters nodig en schepenen en. en, en ...stadsecretarissen en voort. En men heeft ook belastingsambtenaren nodig. En de Romeinen die hebben niet genoeg mensen, Romeinen, om al dat werk te doen. Daarbij, als u in Rome woont, u bent niet erg geïnteresseerd om uw prachtig, modern, beschaafd leven van Rome achter u te laten om in een achterlijk primitief land zoals Israël te gaan wonen. Dus wat doen de Romeinen? Die werven plaatselijke mensen aan om voor hen te werken. Interessant. Dus stel u nu voor, Wilwoorde is, maakt deel uit van Israël, Romeins Keizerrijk. Um, iedereen is straatarm. En op een dag, ik zit hier in Wilvoorde en ik, ik ben de krant aan het lezen, en ik zie een annons: uh, Romeinse um, autoriteit Zoeken tollenaars. gelieve u te melden. Daar en daar. Ik denk, hier is mijn kans. Dus, morgen ga ik mij melden bij de Romeinen. Indien mogelijk met een valiesje met wat koud erin. Dat zou wel eens kunnen helpen om hen te overtuigen dat ze mij aanwerven. Um, wat moet ik kunnen doen om Romeinse tollenaar te worden? Vooral goed kunnen tellen. Niet waar? Dus ik overtuig de Romeinen en die werven mij aan. Nu moet ik u vertellen: de Romeinen werven wel mensen aan, maar ze betalen ze niet. De tollenaars die worden, die, die krijgen geen loon. Waarom zou dan, als ik niet gesalarieerd ga worden, waarom zou ik voor die gehate Romeinen gaan werken? Wel, het antwoord is heel gemakkelijk. Uh, ik ben dus tollenaar, ik moet de belastingen innen. Nu, het Romeinse belastingsysteem was heel eenvoudig. Het is niet gelijk bij ons: u betaalt naar gelang u verdient en zo. Het was heel eenvoudig. Al de vrouwen onder ons zouden content geweest zijn onder Rome, want vrouwen betaalden geen belasting, alleen mannen. En alleen vanaf 20 jaar oud. Dus vrouwen, kinderen, die betaalden. U mocht miljonair zijn, ze komen niet aan uw miljoenen, maar de mannen wel. En dan is het niet volgens wat u verdient, dat is één bedrag per hoofd. Of u nu arm bent of rijk, of rijk maakt niks uit. U betaalt hetzelfde bedrag. En dat wordt ieder jaar in Rome vastgesteld. Oké? Okay? Dus ik ben nu tollenaar in dienst van de Romeinen in Wilvoorde. Hoeveel mannen wonen er in Wilvoorde boven de 20 jaar? 15.000. Oké. Okay. Laat ons nu zeggen dat in Rome hebben ze vastgesteld belasting voor 2018 dat is dus 10 euro per hoofd. In die dagen was dat al een enorme som. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik tegen het einde van het jaar 150.000 euro naar Rome opstuur. Zo niet, dan riskeer ik mijn plaats te verliezen. Nu, dat is niet zo moeilijk. Ik ga gewoon van huis naar huis en ik bel overal aan en ik eis de belasting. Niemand betaalt dat graag, nietwaar? U wel? Ik durf wedden als jullie zondags een offer ophalen. Zingen jullie dan? Wordt er dan gezongen? Als je collecte opgenomen wordt? U zingt niet als u belasting betaalt, hè? En u zingt ook niet als ik bij u kom aanbellen. Dus ik ben Tollenaar Zaccheus, u kent hem. En ik ga van deur tot deur en ik kom bij een zekere Eddie Hassards. Ah. Ik bel aan. En die doen niet direct open. Dus terwijl ik wacht tot die open doet, kijk ik zo wel rond. Maar hij zegt, die woont in een paleis, die meneer Hassards. Kom. Twee Mercedesen op de oprit. zwembad in de tuin, en uiteindelijk komt die wel open doen. En ik zeg tegen meneer Hassaats, meneer Hassaats, uh, Romeinse Belastingdienst, tollenaar, uh, Zacheus tot uw dienst, 100 euro alsjeblieft. Nu, meneer Hassaats weet, want die heeft dat ook in de krant gelezen, de tax dit jaar is 10 euro. Maar Zacchaeus die vraagt 100 euro. Maar hij gaat die 100 euro wel betalen, weet u wel. Want als hij dat niet doet, ik heb de Romeinen met mij en zij hebben wel middelen om ervoor te zorgen dat u betaalt. En een van die middelen, weet, weet u hoe dat heet? Kruisiging. Dus meneer Hassaars gaat mij toch 100 euro geven. En wat ga ik daarmee doen? 10 euro gaat naar de Romeinen. En 90 euro gaat op mijn bankrekening in Zwitserland. Begrijpt u dat Zacchaeus niet populair was? Helemaal niet, niet waar. Er was één categorie van Joden. Dofies uitgesloten van de Joodse samenleving. De Tollenaars. Een prostituee mocht de tempel in. Een moordenaar mocht de tempel in. Een tollenaar niet. Die was niet alleen uitgesloten uit de maatschappij. Die was zelfs niet welkom bij God. Dan hebben we het verhaal in de Evangeliën van die farizeer en die tollenaar. Die opgaan naar de tempel om te bidden. Kent u dat verhaal? De farizeer die staat daar te bidden: God, wat een geweldige vent ik ben. Ik, 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 ik doe alles wat ik moet doen en ik betaal mijn tienden en, ik, en ik, ik leef volgens de wet. Ik ben een fantastische mens. En dan staat er: de tollenaar die stond van verre. Nou ah ja, hij maakt niet in de Hof van Israël in met de vrome Joden, want hij is een tollenaar. Hij moet zijn gebed doen. O oh, Heere, wees mij genadig, zondaar genadig. Hij moet zijn gebed doen tussen al dat geroezemoes van die markt van de hof der heidenen. Het zijn maar details, maar tegen de achtergrond begrijpen we hoe het precies in elkaar zit. Interessant, we hebben straks gezien dat Jezus in zijn, onder zijn discipelen kiest die een terrorist. Is die ook een tollenaar? Niet waar? Matthäus, waarschijnlijk de laatste van de twaalf discipelen die geroepen is, en waarschijnlijk ook de rijkste. Maar de man is een tollenaar. Ik herinner me in de gemeente in Antwerpen, waar ik voorganger was, op een gegeven moment komt er een echtpaar ons toevoegen. En uh, we leren ze wat kennen. En uh, ze worden lid van de gemeente. En ik ga dus op bezoek, en die zuster zegt tegen mijn broeder: Mag ik u iets vragen? Ze zegt: Wilt u alsjeblieft nooit of te nooit in de gemeente iemand vertellen wat mijn beroep is? Ik denk: Wat krijgen we nu? Ze was belastingsinspecteur. En ik moest denken: Ja, in de tijd van de Joden was dat veel, veel, veel erger. Nu, de Romeinen hebben het altijd moeilijk gehad om vrede in Israël te bewaren. Een Romeinse gouverneur die had twee voornaamste taken. Eén, hij moest de vrede bewaren. Twee, hij moest de belastingen innen. En als hij dat deed, voor de rest had hij min of meer vrij spel. Nadat de Romeinen Israël veroveren. De ene gouverneur dan de ander en niemand, het lukt niemand om de Joden onder de duim te krijgen. Na de zoveelste gouverneur die terug moet geroepen worden, komt er bij de keizer in Rome een man die nog vrij jong is, waarschijnlijk maar in de twintig, en die heeft toegang tot de keizer. Want hij is bevriend met een van de keizer, zijn zonen. En hij komt bij de keizer en die zegt: Ik hoor dat u weer problemen hebt in Israël. Oh ja, zegt de keizer, ik krijg ze maar niet onder de duim. Ja, weet u dat komt? Die Joden, dat is een speciaal volk, die zullen nooit aanvaarden dat een Romein over hen heerst. Ik ben een Jood. Laat mij maar gouverneur worden en u zult zien: vrede en belastingen. En hoe heet die jonge man? Herodes. Wat heeft de keizer te verliezen? Herodes krijgt de benoeming en als hij uit het vliegtuig stapt in Tel Aviv, dan verwacht hij een rode loper: de Joden. Ongelooflijk content dat ze nu uiteindelijk een jood over zich hebben. Maar hij zet voet op de grond, geen rode loper. Geen welkomstcomité. En hoe komt dat? Volgens hem en volgens de Romeinen is hij een jood. Maar volgens de Joden is hij geen jood. Zijn vader is een jood. Maar zijn moeder. Is een Idumeer, een nakomeling van Ezou, niet van Jacob. En bij de Joden, toen en tot op heden, in tegenstelling tot bijna elk ander land in de wereld, gaat nationaliteit niet over via de vader, maar via de moeder. Kunt u mij volgen? Ik ben Brits omdat mijn vader Brits was. Mijn moeder per toeval ook, maar dat is niet belangrijk. Bij de Joden is dat niet zo. U bent niet Jood als uw vader Jood is. U bent alleen Jood als uw moeder Jood is. En nu hoor ik hier de, de wieltjes draaien. Hè? Welke Bijbelteksten baseren ze zich op? Doe geen moeite, het heeft niks met Bijbelteksten te maken. De Joden zeggen gewoon dit. Men is niet altijd zeker wie de vader is van een kind, maar wel wie de moeder is. Dus laten we nationaliteit via de moeder overgaan. Okay? Dus Herodes komt in Israël aan. Hij moet vrede handhaven, opleggen, en hij moet de belastingen innen. Ocharme, de man, het zit hem niet goed mee. Een paar jaar nadat hij in Israël komt, is er hongersnood. De Joden hebben geen geld om te betalen. En natuurlijk, als er hongersnood is, wie is verantwoordelijk? De regering. Dus hij is helemaal niet populair. En hij riskeert zijn plaats te verliezen van de Romeinen als die niet doet wat ze willen. Plotseling heeft Herodes een enorm lumineus idee. En ik vertel deze achtergrond. Want het is ontzettend belangrijk om de evangelie te verstaan. Wij denken dat het Nieuwe Testament, dat draait allemaal om Jezus. En dat is ook zo. Maar als men geleefd had in de tijd van Israël, in de tijd van de evangelieën, Jezus was een vediver. Het draaide niet om Jezus, het draaide om Herodes. Die zit intussen, liet noemen Herodes de Grote. Nu, welk is zijn lumineus idee? De tempel. Er is een tempel in Jeruzalem. Die tempel van Zorobabel en Ezra. Die is intussen al 500 jaar oud. Ik weet niet hoe uw huis eruit ziet na 500 jaar, maar ik neem aan dat die toch wel aan renovatie toe is, als die nog rechts staat. En die tempel was in zeer slechte staat. Nu Herodes die heeft minstens zijn tienerjaren en een deel van zijn jeugdjaren men is niet helemaal zeker heeft hij te Rome gewoond. Herodes weet hoe een tempel eruit moet zien, hè? Die heeft tempels gezien in Rome. En dat wat de Joden een tempel noemen, dat is de naam niet waard. Nu twee vliegen met één slag. De Romeinen laten zien wat die kan en de Joden achter zich krijgen. Met hun een nieuwe tempel te bouwen. Fantastisch idee. Dus wat doet die? Die roept de hoge priester en de, de, de voornaamste priesters bij elkaar. En op een heel grote tafel architectsplannen. Nu, de architectsplannen, dat is al een probleem. Want wie zijn de architecten? Grieken. Grieken die de heilige tempel van God gaan bouwen, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar ja, er zijn geen Joodse architecten die in staat zijn om plannen voor een tempel te maken. En natuurlijk, het zijn Joden voor iets, wat gaat dat kosten? En wie gaat dat betalen, denkt u? Ja, u. u. Het is niet moeilijk om te weten wie dat gaat betalen. Dat gaat de belastingen betalen. Dus de belastingen gaan omhoog. Dus de Joden die zijn niet zo overtuigd, maar van de andere kant, de prachtige tempel die hun voorgesteld wordt, dat is toch wel aanlokkelijk. En dus er begint een, een hele onderhandelingsrondes. Dus. Um, geen Grieken mogen de tempel bouwen. Dat moeten Joden zijn. Ja, maar de Joden hebben de, 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 de know-how niet, die weten niet. We hebben geen, er zijn geen uh, Joodse elektriekers en loodgieters en al de rest. Die, om een zo'n groot gebouw te hebben, we moeten, we moeten deskundigen hebben. Uiteindelijk een compromis. 10.000 priesters zullen gevormd worden als bouwwakkers. Op kosten van Herodes. Dus de Joden, ja, misschien gaat dat toch lukken. Maar we vertrouwen die Herodes niet. Stel u nu voor dat we hem de oude versleten tempel laten afbreken, en dat hij dan van gedachten verandert en in plaats van een tempel voor God te bouwen, dan gaat hij een tempel voor een of andere afgod neerzetten. Ze vertrouwen hem niet. Dus er wordt nog onderhandeld. En er wordt dus overeengekomen uiteindelijk dat de tempel gebouwd mag worden. Maar ten eerste al de bouwmaterialen die ervoor nodig zijn, voordat men iets gaat doen aan die oude tempel, al de bouwmaterialen die moeten al aangekocht worden en die moeten allemaal ter plaatse aangebracht worden. En ten tweede. Terwijl de tempel gebouwd wordt, dan moeten al de diensten ononderbroken verder gaan. Nu, dat verhoogt de, de kost van de bouw natuurlijk, hè? dat maakt het ingewikkelder. Uiteindelijk gaat Herodes ermee akkoord. Um, hij heeft wel een probleem. Hij gaat een tempel bouwen die de grootste tempel is die in de wereld bestaat. Hij gaat een indruk maken op de Romeinen, zien waar ik toe in staat ben. Groter dan alle tempels in Kans het hele Rijk. Nu om een grote tempel te bouwen, heb je een groot terrein nodig. Een groot vlak terrein. En Israël is gebouwd op heuvels. Er zijn geen grote vlakke terreinen. Dat kleine, dat kleine tempel van Ezra, dat zit bovenop de heuvel Moria. Dat is niet groter dan deze ruimte. Dat kan niet Nee, daar heeft hij wat meer nodig. Zijn plannen voorzien een tempel met al de bijgebouwen en al de rest. Hij heeft een terrein nodig van 500 meter op 300 meter breed. Dat vindt hij nergens in Jeruzalem of in de omgeving. Naast hier hebben we Moria. Daarnaast is er een, een kleinere heuvel, Antonia. Met een dal tussenin van een 40 meter diep. Rodus heeft een fantastisch idee. Hier is Moria. Hier is Antonia. Dal tussenin, 40 meter. Wat doen we? We bouwen hier een muur. En we bouwen daar een muur. En we vullen die, dat dal op met alle soorten grond en, en stenen. En zo creëren we een vlakte. 500 meter op. 300 meter breed. En die muur die hier staat, steunmuur dus voor die vlakte, heet vandaag de Klaagmuur. Waar de Joden nog op vandaag gaan bidden. Natuurlijk zo een muur bouwen, en dan daarbovenop. Die tempel, tonnen en tonnen en tonnen en duizenden tonnen. Die muur moet stevig zijn. En in die klaagmuur, dat zijn enorme rotsblokken. De grootste weegt meer dan 500 ton. En vele van die rotsblokken wegen 100 ton of meer. Waar gaat Herodes rotsblokken vinden van 500 ton? Er zijn steengroeven, ruïnes van steengroeven, die men ontdekt heeft overal rond Jeruzalem. Maar in geen van die steengroeven heeft men steen gevonden van dezelfde harde soort steen waar die klaagmuur van gebouwd is, die steunmuur. Het is duidelijk dat die stenen die komen niet van ver. U moet ze kunnen transporteren. Hoe gaat u in die tijd een rotsblok van 500 ton transporteren? De bekende methode om rotsblokken te transporteren, de Egyptenaren deden dat al met hun piramides, die werden gerold op boomstammen. Ja, de stenen van de piramide zijn veel kleiner, veel lichter. Er is geen enkel boomstam ter wereld gekend. Als u daar een rotsblok van 500 ton opzet, die gaat niet rollen. Die boomstam, die wordt gewoon verplet. In 1967, Zesdaagse oorlog, veroveren de Israëliërs... Israëli 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 Oost-Jeruzalem, dat tot dan toe in de handen van de Jordaniërs waren. Ze beginnen een heleboel troep op te ruimen, eeuwenlang troep. De Joden zijn ontzettend proper, alles moet proper zijn. En ze vinden de ingang tot een hele uh, grote onderaardse grot. En dat blijkt nadien heel wat grotten te zijn. Onder de oude stad. En naarmate dat ze die leegmaken, zien ze dat er rotsen uitgehouden, rotsblokken uitgehouden zijn. En die zijn dezelfde soort rots als daarboven in de klaagmuur. Dus weet men van waar men die rotsblokken, Herodes zijn rotsblokken heeft gehaald... Maar tot op heden weten ze niet hoe hij ze vervoerd heeft. Ja, kranen. De Roma, Romeinen hadden zeer primitieve kranen, maar niet om 500 ton. Ik denk, ik ben geen expert op dat gebied, maar ik denk vandaag ook nog een rotsblok van 500 ton. Daar heb je toch wel wat materiaal voor nodig om dat te transporteren, nietwaar? Die grotten. Ik weet niet of u zich herinnert, we zijn vorige keer geëindigd of bijna aan het einde met. Koning Zedekia, de laatste Joodse koning, die opstandig werd tegen de Babyloniërs, Nebuchadnezzar, komt aan en die valt Jeruzalem aan. En de Bijbel vertelt, Zedekia die probeert te ontsnappen via de grotten onder de stad. En heeft die grotten gevonden. Hij is niet kunnen ontsnappen, de Babyloniërs hebben hem gevat. Al die details in de Bijbel, die worden door de geschiedenis enzovoorts, die worden um, bevestigd. Om een verhaal van de tempel af te maken, er is enorm veel meer erover te zeggen. De Joden hebben toch het laatste woord gehad. Na 18 maanden, Herodes was een zeer ongeduldige man. Na 18 maanden, de tempel was grotendeels af. Niet alle afwerkingen die, dat heeft nog 40 jaar geduurd, maar die gaat dat. Die gaat de, de, de tempel dus plechtig opendoen. Al zijn vrienden worden uitgenodigd. Geweldige plechtigheid. Herodes komt eraan, wit paard, vol ornaat, uniform. Gaat al zijn Romeinse vrienden geweldig indruk maken. Hoge priester komt hem tegemoet aan de ingang van de tempel. Halt! Hij komt hier niet in. Gij zijt geen Jood worden afrond. Kan u zich voorstellen, niet zoveel jaren later, als de wijzen uit het oosten aankomen, waar is de koning der Joden die geboren is? Herodes, die man is, is zo verschrikkelijk verbitterd. Die man is, is kwaad op alles en iedereen. Die is paranoïde geworden. Dat die al de jongens in Bethlehem van twee jaar eronder laat ombrengen. Dat zijn er geen honderden of duizenden. In Bethlehem waren er ook hoogstens drie, vierhonderd inwoners. Maar het kunnen er wel een paar tientallen zijn geweest. En Herodes, die is zelfs dan eigenlijk al stervende. In zijn testament verdeelt hij zijn rijk onder vier van zijn kinderen. Drie zonen en een dokter. Waarom doet hij dat? Zodat niemand van zijn opvolgers even groot zou kunnen worden als hij. En dus wie, wie vinden we in het Nieuwe Testament? We vinden drie Herodes'en. Herodes Archelaus, die over Judea heerst. Herodes Antipas, die over Galilea heerst. Archelaus is... Juda en Samaria, um, Antipas is uh, Galilea, en Herodes Philippus, die later Johannes de Doper gaat laten onthoofden, die heerst over wat vandaag de Golaanhoogte noemt. De dochter had een klein stukje grond aan de kust, een van haar broers, Archelaus, heeft dat afgepakt. In de droom, Jozef krijgt een droom na de geboorte van Jezus, nadat de wijzen uit het oosten weg zijn, dat hij met Jezus naar Egypte moet. En daar verblijft hij gedurende een jaar of vijf. Intussen is Herodes de Grote gestorven. En hij hoort dat Archelaus nu koning is over Juda. En dus als hij terugkomt, gaat hij zich niet vestigen in Jeruzalem. Wat eigenlijk logisch zou zijn als u weet dat uw zoon de Messias is. Nee, hij gaat naar Galilea. Want die Archelaus heeft de vreedheid van zijn vader geërfd. Zo vreed dat de Joden op een gegeven moment naar de Romeinen gaan en zeggen, alsjeblieft, wij willen geen Jood over ons laten heersen, we hebben liever een Romein. Want die Archelaus is zo vreed. En dus vinden we, als Jezus al met zijn openbare bediening begint, geen koning meer in Juda, wel nog in het noorden en in de Golaan. Maar we hebben nu een Romeinse gouverneur en hoe heet die man? Pontius Pilatus. Het is negen uur, ik kan nog een uur of tien doorgaan, maar. Sorry, mag ik dat? Want ik ben eigenlijk nog niet aan de boeken van het. Nieuwe Testament toegekomen. Um, nu eigenlijk niet dat ik daar heel veel over zou vertellen, omdat men opnieuw of absoluut in detail treedt of gewoon in vogelvlucht. Maar dat is misschien wel te combineren. Um, eigenlijk omdat men wat meer zou moeten vertellen over de Joodse godsdienst en waarom het Evangelie dus. Dat in feite verdrijft. Maar dat, dat kunnen we misschien doen ook met, met wat meer over de tempel, dat tempelgebeuren. Is dat goed zo? U bent zo lang al geduldig zitten luisteren. Maar er is, er is al die achtergrond. Verandert niks aan het verhaal van de Bijbel, uiteraard. Maar maakt dat verhaal zoveel voller. En zoveel. ...verstaanbaarder. Ja, ik, ik geloof dat het enorm belangrijk is om het te weten. En de, in de achtergrond van dat allemaal is die godsdienst. Uh, bij vele mensen in België en in het Westen is godsdienst of een bijzaak of helemaal niks. Voor ons is dat wat anders. Maar voor mensen in Bijbelse tijden, of ze nu Joden waren of Heidenen, godsdienst was, was alles. Het, 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 het heerste over alles, het, 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 het regelde alles. En het is een beetje belangrijk om het Nieuwe Testament en ook al die brieven van Paulus. Vooral de brieven van Paulus, om die te verstaan, moeten we weten wat er zich in de achtergrond afspeelt. Dus, maar dat is voor een andere keer. Oké. Okay.